in Almkerk. Ik ben Tirza Bellebakker, ik werk hier als verzorgende IG 32 uur op de PG-afdeling. Ik ga jullie vertellen wat nou het mooie is aan Antonia. Het is zo fijn hier, omdat als medewerkers zijnde en nog bewoners zijn, dat we iedereen elkaar kennen, dat we elkaar steunen, dat we elkaar helpen en dat we ook activiteiten samen doen. Wel doen we dit nu op de 1,5 meter afstand en daar ga ik jullie ook naar wat over laten zien. Appartementen. 12 somatiek, 12 PG en 12 woningen met zorg. Ik ga jullie nu een appartement laten zien op somatiek. Het is erg ruim en dat gaan jullie nu zien. Bewoners hebben een eigen keuken met een woonkamer eraan vast. Een aparte slaapkamer, die zoals je ziet ook best wel ruim is. En nog een eigen badkamer. Twee afdelingen zijn kleinschalig. Het zijn twee afdelingen per PG en per somatiek. Ze bestaan beide uit 6 bewoners. Zoals je ziet eten we ook gezamenlijk op de afdeling in de huiskamer. Dat ziet er gezellig uit. Ook drinken we koffie samen. Zelf eten wij hier 's avonds warm, wat we zelf koken. En tussen de middag eten we brood. Zorgafdeling. Dit zijn 12 appartementen die samenwerken. En eigenlijk de manier waarop ze hier werken is, mensen wonen op hun eigen appartement, krijgen wel zorg van ons, doen ook mee met de activiteiten en eten ook gezamenlijk in het atrium, wat we zojuist hebben laten zien waar ze aan het zingen waren daar beneden, daar eten ze. En ook van wonen met zorg ga ik een appartement laten zien. We zijn erg groot, we hebben ook 2 wc's, hier heb je een aparte wc en hier hebben ze hun eigen badkamer. Ook hebben ze een ruime woonkamer met een keuken eraan vast met een kookplaatje, mochten ze nog zelf willen koken. Dat is Joop. En Joop, hoe vindt u Antonia nou? Antonia is fantastisch. Ik zou niet anders willen. Er wordt voor gezorgd. Je hoeft mij te bellen en te komen. Nee, het is fantastisch. Kijk, en dat maakt ons weer gelukkig als we gelukkige bewoners hebben. Ook zou ik nu graag de slaapkamer willen zien. Joop slaapt zelf in de woonkamer. Maar hier heeft hij zijn mooie plekje waar hij zijn mooie technisch Lego modellen bouwt. Joop, wat is dit? Dat is een graadmachine. En dat is een apparaat dat kan je op je telefoon bedienen. Kijk, helemaal super. Wat natuurlijk hier het positief is hoe fijn team dat hebben. We helpen elkaar, we steunen elkaar. We helpen elkaar met de zorg, als iets ga je ook naar elkaar toe. Want iedereen die kent elkaar, iedereen is betrokken met elkaar. En dat is gewoon zo ontzettend fijn voor een goede samenwerking. En wat er ook voor zorgt dat je de bewoners ontzettend goed kan helpen en verzorgen. En een leuke tijd voor ze te maken. Ook is er nog een positief puntje, de vrijwilligers in Antonia. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar de vlog over Antonia. Ik hoop jullie genoten hebben en een mooi inkijkje hebben kunnen krijgen over Antonia, hoe wij hier te werk gaan en hoe het huis in elkaar zit. Doei!